In de jaren 60 van de vorige eeuw werd het Sloegebied ontwikkeld tot haven- en industriegebied. Er vestigden zich grote internationale ondernemingen en er kwam een kerncentrale om de bedrijven van voldoende elektriciteit te voorzien. De kerncentrale van Borselen. We staan hier boven op de dijk en we hebben hier het uitzicht op de kerncentrale van Borselen. En dan daarnaast, daar zie je het gebouw van EPZ. En als je nou goed kijkt, dan zie je daarachter de letters van PESEM, de Provinciale Zeeuwse Elektriciteitsmaatschappij. En die maatschappij die is begonnen met de productie van energie, met stroom, in die kerncentrale voor twee grote ondernemingen die zich hier in Zeeland wilden vestigen. De vestiging van industrie in Zeeland werd onder meer gestimuleerd vanuit Den Haag, waar men de economische ontwikkeling van gebieden buiten de Randstad wilde versterken. De provincie kreeg extra geld om die industrie aan te trekken en een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. De kerncentrale in Borselen speelde daar een belangrijke rol in. Daar hebben we dus de kerncentrale van Borselen en eigenlijk is dat de aanbodzijde van ons verhaal. Want als we nu een halve slag gedraaid zijn, dan zie je hier de twee grote vragers van de energie, in dit geval de stroom, en dat zijn Pechiné en Hoechst. En die kregen de stroom geleverd tegen een prijs die ver onder de kostprijs lag. En daar blijkt dus uit dat de provincie er alles aan gelegen was om industrie in Zeeland te vestigen. In 1969 begon men met de bouw van de kerncentrale en van de aluminiumfabriek Pechiné, dat ook nog eens een vestigingspremie van 55 miljoen gulden kreeg. De kerncentrale werd geopend in 1973, maar al vanaf de bouw waren er protesten, omdat het gebruik van kernenergie omstreden was. Ja, we staan hier nu bij een van die hekken die de kerncentrale omgeven. En er was natuurlijk van het begin af aan heel veel protest tegen de komst van de kerncentrale. Om twee redenen. In de eerste plaats de afvalstoffen, hoe zouden die opgeslagen moeten worden? En in de tweede plaats, waar ging je met het koelwater naartoe en zou dat de Westerschelde niet verontreinigen? Dus van het begin af aan zijn er hele spectaculaire acties geweest om zich tegen de komst van de kerncentrale te verzetten. En daar hebben ook Zeeuwen een belangrijke rol in gespeeld. Want de vereniging Zeeuwse Milieuhygiëne die was eigenlijk de initiator van dat verzet. Ondanks het verzet kwam de industriële ontwikkeling van Zeeland in de jaren 60 wel degelijk goed op gang. Het leidde tot de komst van grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld de apparaten- en ketelfabriek AKF in Goes. Maar aan de overkant van de Schelde, daar was natuurlijk een net zo belangrijke ontwikkeling gaande met de vestiging van Dow. En dat is een heel bijzonder, want Dow was aanvankelijk van plan om zijn fabriek te vestigen in de Maasvlakte. En uiteindelijk is dat toch Terneuzen geworden. En er zijn een aantal redenen voor aan te geven. Natuurlijk was de geografische ligging erg gunstig, maar Dow kon in Rotterdam ook de grond niet in eigendom krijgen, terwijl dat in Terneuzen wel het geval was. In Terneuzen was men bereid om de grond bouwrijp te maken. Kortom, er was ook de gemeente Terneuzen alles aan gelegen om die industrie in Zeeuws-Vlaanderen te vestigen. Omdat het chemiebedrijf Dow wilde uitbreiden, werd steeds meer grond ingepolderd. Daarnaast werd een nieuwe insteekhaven aangelegd en werd het kanaal van Gent naar Terneuzen verdiept. Het zorgde voor veel werkgelegenheid en vanaf het midden van de jaren 60 kwamen er meer mensen naar Zeeland dan er vertrokken. Ja, het is ontegenzeggelijk natuurlijk dat de komst van de kerncentrale ertoe geleid heeft dat er heel veel industrievestigingen in Zeeland heeft plaatsgevonden. Dat was het resultaat van het industrialisatiebeleid. Maar het directe gevolg daarvan was natuurlijk, en dat was ook een van de hoofddoelstellingen, dat is dat er additionele werkgelegenheid geschapen werd. En dus is het voor de eerste keer eigenlijk dat daar een kentering komt in de werkgelegenheid die er in Zeeland is. Je zag steeds dat mensen uit Zeeland wegtrokken om elders werkgelegenheid te vinden. En nu is het omgekeerd in het geval. Mensen komen van elders om hier in Zeeland werkgelegenheid te vinden. De twee aanjagers van toen, Pechiné, het latere Zalco, en het chemiebedrijf Hoechst, het latere Termfos, kwamen de afgelopen jaren in het nieuws omdat ze failliet gingen. Maar de chemische industrie vormt nog altijd de pijler van de Zeeuwse economie, samen met het toerisme.
En ook de kerncentrale speelt nog steeds een belangrijke rol en blijft in ieder geval open tot 2033. De bouw van een tweede centrale in Zeeland is voorlopig uitgesteld. Vanaf de jaren 50 werd met extra geld uit Den Haag een aantal industriële zones in Zeeland ontwikkeld. Belangrijk onderdeel daarvan was de komst, ondanks hevige protesten van de milieubeweging, van de kerncentrale Borselen.